grote feesten eindigen meestal met vuurwerk. Dit feest is ermee begonnen. Het geldt de aankomst van de boot, waarvan heel in de verte nog iets van de boordverlichting te zien is. De Noordam, die de eerste Marshallgoederen brengt. Het is Hoek van Holland, 3:00 in de morgen. In de ochtendschemering stoomt de Noordam de Rotterdamse haven binnen. Nu zullen machines en graan worden uitgeladen, zullen officiële personen... Nee, dat is toch. Nel van Vliet, net op tijd thuisgekomen om te trainen voor de Olympiade. Die Marshall heeft ook aan alles gedacht. Dan gaat het werk toch beginnen. Graafmachines worden van boord gehesen en op de kade neergezet. Intussen naderen we een behoorlijk uur waarop aan de officiële begroeting kan worden gedacht. De Amerikaanse ambassadeur Baruch en enkele Nederlandse ministers begeven zich naar de Philadelphia-loods van de Holland-Amerika-lijn. Onze minister van Buitenlandse Zaken, baron van Boetselaar, dankt het Amerikaanse volk voor zijn energieke hulp. De minister van Economische Zaken, professor Van den Brink, dankt de ambassadeur voor zijn persoonlijke bemoeien. De heer Baruch spreekt zijn vertrouwen uit in het Nederlandse volk dat door ijver en wilskracht Amerika's respect heeft afgedwongen. Kapitein Koster overhandigt tenslotte aan onze minister voor de voedselvoorziening, ingenieur Mansholt, het symbolische eerste baaltje tuinen. Of symbolisch. De minister zal er wel een paar zoete broodjes van kunnen bakken. En dit is voor onze broden. 4000 ton Amerikaanse tarwe worden overgestort in 50 kleinere schepen die voor verder transport zullen zorgen. Voor de binnenvaart dus ook een extraatje. Het eerste Marshallschip is binnen. Meer zullen spoedig volgen. De prinses brengt...